Brian, gefeliciteerd. Wel eens lekker om voor de camera te komen naar zo'n wedstrijd waarin je 1 of 2 keer scoort. Ja, eigenlijk 2 keer. Ja. Ik denk dat het zomaar was afgekeurd. Ja, ja zomaar. Wat voor reden? Want vaak zegt de scheids nog wat tegen je. Wat voor reden werd er gegeven? Hij zei helemaal niks. Na die vaartje ging hij goed door. Dus niks. Ja. Heb je het al teruggezien? Wil je even kijken? Ja, helemaal niks. Volgens mij valt al. Ja, nu ben jij best sterk, maar volgens mij duw je niet eens, of wel? Nee, niet eens. Maar ja, altijd wanneer verdedigers mij trekken, krijg ik geen vrije trap. En als ik een klein beetje aanraak, is het een vrije trap voor hun. Dus ik snap het niet. Ja, heb je het idee dat ze tegen je fluiten, misschien doordat je zo sterk bent? Ja, af en toe wel, ja. Ga je de scheids straks op interview? Nee, dat mogen wij niet meer tegenwoordig. Ja, anders kan je hem vragen, toch? Ja, we zouden het kunnen vragen. Ja, ik ben er eigenlijk ook wel benieuwd naar, maar de KNVB doet dat niet meer, helaas. Jammer. Jammer, ja. Want vorige week in Eindhoven was je ook een paar keer gewoon pissig, boos op de scheidsrechter. Omdat je dat gevoel vaak hebt. Ja, klopt. Ze laten het altijd te lang doorgaan, vind ik, wanneer ze mij trekken. En wanneer ik een klein beetje trek, fluit ze gelijk. Ja. In ieder geval wel 1 goal gemaakt. Je kan dus wel koppen. Dat is een mooie kopbal, hè? Ja, dat was een hele mooie kopbal. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dit een mooie kopbal was. Ja, ik vind het ook. Goede loopactie ook. En een mooie bal van Branko. Dus top. Want waar ligt de waarheid? Kan je nou wel koppen? Of een beetje koppen? Of hoe moeten we dat definiëren? We laten het op een beetje. op een beetje. Ja, maar Brian, eerlijk zijn, ik heb je dit seizoen ook zien koppen. Dat zag er minder goed uit dan deze. Daarom zeg ik een beetje. Want vandaag is het dan weer goed. Dus, ja. Hoe vind je er vaak op? Niet echt, maar binnenkort komt John Bosman. Dus kopspecialist. Dus we gaan aan de slag. Heb je die beelden van vroeger wel eens gezien van John Bosman? Niet gezien, maar vroeger trainde ik al met hem in de jeugd. Dus, en in de jeugd kon ik wel best aardig koppen. Dus we gaan het zien. Oh, toen kon je wel koppen? Ja, toen kon ik wel koppen, ja. Kon ik wel koppen. Ja, wel die beelden van hem nog even bekijken. Want anders gaat hij allemaal praten over goals van vroeger. En dan heb je ze tenminste gezien. Ik geloof hem wel. Dus komt goed. Ja. Want heb jij daarom gevraagd of heb je dat samen met de trainer overlegd? Van dat je wat extra training wil? Hoe werkt dat? Dus eigenlijk al met onze vorige trainer, Maurice Stijn, die vroeg Louis van Gaal of John Bosman erbij kon komen. En toen hij werd ontslagen, vroeg ik het ook aan John. Dus, yeah. Ja. Het is trouwens goed dat je hebt gescoord vandaag, want die andere scoort er ook ineens 2. Hij doet het goed, ik ben blij voor hem. Hij heeft nummer 10, kan hij eigenlijk ook gewoon achter jou spelen? Ja, ik denk het wel op nummer 10 of in de spits. Ik denk bij Middlesbrough speelt hij vaak op 10, dus hij kan het wel. Hij kan beide, dus dat is mooi. Het maakt jou allemaal niet zo heel veel uit als je er maar zelf in staat. Klopt. Je wilt altijd spelen, dus klopt. Laatste puntje. Het is nog wel een beetje wankel af en toe. Hè? Qua Heerenveen krijgt af en toe best wat grote kansen. Voetballen er redelijk doorheen. Mag wel nog iets stabieler, hè? Klopt. Maar dat komt ook goed. Ja, komt het goed? Alles komt goed. Alle vertrouwen in deze team. Goed zo. Dankjewel.